Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een juffenvideo dat ik me voorbereid op het nieuwe schooljaar. En ik ben juf van groep 8. Dit is mijn tweede jaar en ik ga laten zien wat ik allemaal in de vakantie doe om me voor te bereiden voor het nieuwe schooljaar. Ik zeg niet dat dit 100% goed is. Dit is gewoon de manier hoe ik het doe en hoe ik het fijn vind. Dus ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Als je er iets aan hebt, doe zeker een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan veel kijkplezier met deze video. In deze video ga ik een beetje mijn planning en organisatie voor in de klas doen. Dus ik ga mijn klassenmap indelen. Ik ga alle roosters al invullen. En ik ga jullie daarbij ook tips geven. Het liefst maak ik eigenlijk alles al in de zomervakantie. Zodat ik het hele jaar daar iets aan heb. Dus bijvoorbeeld de boekenbeurten. Alle presentaties eigenlijk. Maar ook voor de klassendienst. Mijn rooster voor in mijn map. Eigenlijk alles probeer ik af te hebben. Zodat ik dat in de eerste schoolweek kan sturen en dat ik daar ook geen gedoe over krijg. En heel soms moet je iets aanpassen, maar doordat ik mijn agenda al heb ingevuld, is dat niet meer nodig. Dus dat gaan we vandaag doen. En we gaan als eerst beginnen met mijn rooster. En dit is het rooster die ik in mijn klassenmap heb. Als eerst zal ik even laten zien hoe zo'n iets eruit ziet, want ik had vorig jaar natuurlijk ook een rooster. En dat zit dan dus zo in je map. Kijk, zo ziet dat er dan uit. Dit is een beetje van het begin van het jaar, vorig jaar. Op hier maandag, dan heb je de tijden staan. Dus hoe lang ben je bezig met een vak? De activiteit, dus welke les geef je? En welke les dan precies? En of er nog bijzonderheden zijn. Dus bijvoorbeeld toetsen of iets anders. En dat schrijf ik dan hierop. Zo hoef ik niks te onthouden en schrijf ik ook echt alles hierop. Huiswerk, letterlijk alles. Of als ik bijvoorbeeld hulp krijg van iemand, dan schrijf ik dat er ook bij. Ook de gymtijden. En hetzelfde doe ik voor donderdag en vrijdag. En dan heb ik hier nog aantekeningen. Hier schrijf ik meestal als kinderen iets hebben gemist, een toets of gewoon even een kleine aantekening. En hier schrijf ik de dingen voor in de nieuwsbrief. Want wij maken elke vrijdag een nieuwsbrief en dan kan ik dat in één keer doen. Heb ik dus eigenlijk best wel heel erg geluk. Want mijn gymtijden blijven volgend jaar hetzelfde. En eigenlijk het rooster ook bijna. Er zijn een aantal dingen die ik dit jaar niet zo fijn vond. Dus die kan ik nu aanpassen. En ik krijg volgend jaar op maandag een stagiair. Dus daar wil ik ook een beetje aanpassingen voor doen. Dat dat gewoon fijne vakken zijn om te geven. Want ik heb nu ook bijvoorbeeld op maandag sociaal-emotionele vorming. Dat is gewoon niet heel erg handig als iemand zoals een stagiair er is. En dat rooster maak ik in Excel. Ik zal het jullie eventjes laten zien hoe het eruit ziet. Dan nog iets wat ik echt super fijn vind. Ik heb dus van elk schooljaar een mapje. En dan heb ik hier de beurten, blink, groepsbespreking, groepsplan, kamp, kinderen, musical. Zodat ik alles gewoon geordend heb. Dus hierin staat alles. En ik vind dit gewoon super fijn werken. Versiering van de klas, het rooster. En dan kan ik zo, huppakee, mijn rooster aanklikken. Kijk, zo ziet het in Excel eruit. Maar ik ga dus nu wat dingetjes aanpassen. En dan laat ik jullie zo meteen zien hoe het rooster uitziet. En die roze streep betekent pauze. Maar ik moet het nog een beetje netjes maken. En even doen zoals ik het wil. Ik heb het rooster af. Ik ga hem zo meteen even printen en in mijn map doen. Maar eerst ga ik eventjes het klassendienstrooster maken. Eerst schrijf ik hier alle taakjes die ze moeten doen. Zodat ze dat niet hoeven te vragen. En dan hangt dat gewoon daar. En dan ga ik ook de klassendienst al de hele planning voor het hele jaar maken. Ik moet alleen even de datum aanpassen. Want dit is nog van vorig jaar. Ik gebruik gewoon elk jaar dezelfde. En dan ga ik die ook printen en ophangen. Nou, de lijst met klassendienst heb ik ook gedaan. Die ga ik zo uitprinten. En nou, het ligt eigenlijk al bij de printer. En ik ga ook gelijk de boekenbeurten inplannen. Ik doe dus 2 boekenbeurten per week. En ik deel dit zelf ook al in. Het scheelt wel dat ik de kinderen al ken, omdat ik ze vorig jaar ook al heb gehad. Dus dat is wel een beetje een voordeel. Maar anders vraag je even aan de vorige leerkracht wie het bijvoorbeeld leuk vindt om te lezen. Want die wil vaker ook wel beginnen. Maar je kan dit natuurlijk ook aan het begin doen. Met de kinderen samen. Nou, dit rooster heb ik ook gemaakt. Ik ga het heel eventjes bij de printer ophalen. Even kijken hoe het eruit ziet. Dan gaan we nu verder naar mijn klassenmap. En dit is voor mij echt heel belangrijk. Alles staat hierin, rooster, alles. Ik ga er eerst even een doekje overheen halen.
En heel goed opruimen, want er zit zoveel rommel in. Dus echt heel veel rommel. En dan zal ik even laten zien wat erin zit. Oké, als eerst heb ik dit dan op de voorkant. Dus ik moet even een nieuwe. Dus die ga ik eventjes printen en vervangen. Nou, ik heb mijn map bijna helemaal leeg gehaald. Maar hier heb ik dan het voorblad. En dan heb ik hier achter mijn algemene dingen zoals de plattegrond. Maar ook als ik bijvoorbeeld ziek ben, wat de kinderen dan moeten doen. En hoe ze verdeeld moeten worden. Dan heb ik het rooster. Dus het rooster doe ik dan hierachter, die ik dus net heb gemaakt. Ik zal het zo meteen even laten zien. Dan informatie. Hier doe ik dus de informatie over de kinderen, adressen, dat soort dingen. Maar ook informatie over de boekenbeurt, muziekbeurt. Gewoon eigenlijk alle dingen waar je informatie over nodig hebt. Dan de cijfers. Dus hoe beoordeel je de cijfers? En daarachter doe ik dan ook de resultaten van de cijfers. En dan ga ik nu eventjes mijn map indelen. Wat ik ook nog eventjes heb gemaakt. Dit is gewoon van papier. En dan heb ik gelamineerd. En dan weet ik precies waar ik ben. Nou, zo ziet het er dus uiteindelijk uit. Dus bijvoorbeeld de eerste maandag doe ik wel een rekenen en een taal- en een spellingles. Maar dan ziet het er zo uit. En hier zie je dan waar je bent gebleven. Vind ik wel heel erg fijn werken. Dus dit is dan mijn map. En dan gebruik ik deze uitwisbare pen voor als ik een keer een foutje maak. De rest kan ik dan niet laten zien. Dan heb ik nog hele fijne boekjes die ik even met jullie wilde delen. Deze zijn van Juf Kim. Ik zal ook een linkje in de beschrijving zetten. Maar dit is echt top. Ik maak dus altijd met de kinderen een soort opzoekboekje. En hier heb je dus een complete versie. Nou, bijvoorbeeld je hebt er één voor rekenen. En hierin kunnen de kinderen dan gewoon alles opzoeken. Dus je hebt plus- en minsommen, keersommen. Maar je hebt ook breuken. Eigenlijk letterlijk alles. Je kan, als je op de link klikt, ook gewoon zien wat er allemaal in staat. En hierin kunnen ze dus, nou, stel dat ze met breuken aan het werk zijn en ze weten het even niet, kunnen ze het hierin opzoeken. En dit werkt echt zo super goed. Je gaat dit ook nog in mijn weekvlogs voorbij zien komen, want ik ga hier heel veel met de kinderen aan werken. Maar zij heeft dus ook een opzoekboekje voor taal. Dus daar staat dan ook persoonsvorm in, onderwerpen, alle woordsoorten, zinsontleding. Dus dat is echt top. Oh, hier is het kaartje. En hier kunnen ze dus dit ook in opzoeken. Dus dat is ook heel erg fijn. Want ik maak ook altijd een schema met het TX-kofschip en dat soort dingen. Maar dan staat het hier gewoon in één schema. In groep 8 is het natuurlijk heel veel herhaling. Dus dat is gewoon super fijn. En ik heb dus ook één van spelling. En hierin zitten dus luisterwoorden, weetwoorden en regelwoorden. Maar je hebt dus ook een stappenplan. Zit eigenlijk in alle drie de boekjes. Echt een aanrader deze. Super fijn. Maar ik ga dus nog in mijn vlogs ga ik hier nog mee werken. Dus dan laat ik het ook even zien hoe ik het in de praktijk, ja, ga uitvoeren. En ik ga ook altijd al van tevoren, dat is misschien ook een beetje een gekke tip, bedenken waar ik alles voor wil gebruiken. Dus alle gesprekken die ik voor dit jaar ga ik in dit schriftje schrijven. Hier staat dan ook datum. Dat schrijf ik er altijd bij, zodat ik altijd kan zien wanneer heb ik ouders gesproken. Dus hier zet ik alle oudergesprekken in, zodat alles bij elkaar zit. En hier bereid ik het dan ook weer voor. En dan heb ik ook nog een to-do-lijst. Deze heb ik vorig jaar ook gebruikt. Ik zal deze even uitschillen. Zo, en dit is dan mijn to-do-lijst. Zodat ik gewoon alles hierin opschrijf en, ja, niet meer denken van, oh ja, dit moest ik nog doen of dit of dat. Of in welk boekje staat het nou? Dit werkt voor mij heel erg fijn. En voor overige dingen en lijstjes heb ik altijd gewoon nog een klein boekje. Dus dat. En mijn laadjes zijn nu opgeruimd, dus dat is ook super fijn. En dan ga ik nu verder. Dit hoort nog in mijn agenda. Zal ik het hier bewaren, sticker. Dan ga ik nu verder met het volgende. En dit vind ik ook heel erg bij het plannen horen. Dit is namelijk een extra whiteboard die ik heb. En deze gebruik ik voor de kinderen. Hier schrijf ik het rooster op, de boekenbeurten, alles wat de kinderen maar moeten weten, zet ik hier op. Zodat ze daar gedurende het jaar op kunnen kijken. Dus dat ga ik nu eventjes klaarleggen. Want
Ik had deze vorig jaar, maar die zijn gewoon een beetje vies. Dus ik ga heel even nieuwe printen en die gelijk ophangen. Kijk, zo ziet het eruit. Eigenlijk gewoon heel simpel. En die ga ik eventjes printen. Ik heb ze gelamineerd en dan nog een hele fijne tip. Misschien kennen jullie dit wel, maar dit is plakband wat magnetisch is. Dat gebruik ik dus ook voor de posters. Maar ik gebruik dat ook voor dit, een beetje op de achterkant. En je hoeft gewoon geen magneetjes te gebruiken, want hij blijft gewoon plakken. Ideaal. Nou, dan heb ik hier het rooster hangen voor de eerste 3 weken. De boekenbeurt, de klassendienst, toetsrooster, buitenspeelrooster. Zodat dat ook gewoon helemaal duidelijk is. Dus dat is ook helemaal georganiseerd nu. Ik heb hier nog wat fijne plekjes in mijn klas. Als eerst heb ik een bak voor uitdelen. Een bak met de boekverslagen die af zijn. En een bak met tekeningen. Dan zet ik hier altijd de antwoorden in. Zodat ze dit zelf kunnen pakken van dat blok alleen. Potloden die ze mogen pakken, blaadjes, eigen plakband en kaartjes. Dan vind ik dit kastje heel erg fijn. Wit papier, ruitjespapier, lijntjespapier, de rekenmachines die ze kunnen pakken, boekverslagen. Moet ik er even wat nieuwe in doen. Linealen, stiften. De stiften moet ik nog wel uitzoeken. En dit is een soort van gevonden voorwerpen. En dan heb ik hier potloden. Hier heb ik dan lijm. Knutseldingetjes. En dit moet ik dan nog een klein beetje opruimen. Dan heb ik een bak met eten, drinken. Restpapier. Dus hier kunnen ze mee knutselen. Een onderste papierbak. Die ligt nu helemaal vol met rotzooi. Dan ga ik ook alvast wat dingen in Ginzy zetten. En misschien ken je het wel. Ginzy is echt super fijn. Ik gebruik het voor mijn weekroosters. Ik zal dat gelijk ook even laten zien. Kijk, ik heb dus van elke dag heb ik een rooster gemaakt. En oh ja, het format wat ik ga gebruiken op Ginzy is deze. Ik doe elk vak dezelfde kleur. Dus op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag is rekenen altijd blauw. Taal is altijd groen. Spelling altijd geel. Nou ja, gewoon een beetje zo op die manier. Zodat het wel heel erg geordend is. Dus dit heb ik dit jaar heel veel gebruikt. En ik ga nu gelijk even mijn plattegrond maken. Want dan kan ik ook alle laadjes en zo verdelen. Nou, qua organisatie, ik heb ook al wat in de laadjes gedaan. Links doe ik altijd de boeken en rechts doe ik dan de schriften. En ik zal laten zien wat ik dan heb. Ik heb een opstelschrift waar ze verhalen in schrijven. Dit is een afsprakenschrift. Ik heb hier zo heb ik een rekenkladschrift. En ik heb nog een tekenschrift. Dus dat is wel heel erg leuk. En voor in het tekenschrift... Voor in het tekenschrift kunnen ze dit aan de binnenkant plakken. Dat zijn dan 20 tekenopdrachten. Deze heb ik hier van meester Richard. Maar ze hebben ook andere opdrachten. En dan kunnen ze die in een tekenschrift doen. Voor als ze geen inspiratie hebben. Dus die ga ik erin plakken met ze de eerste week. Nou, dit was een beetje mijn planning en mijn organisatie in de klas. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat je hier ook iets aan hebt. En vergeet dan zeker niet om een leuke reactie achter te laten. Want dat zou me echt super erg helpen. En dan hoop ik je snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doeg!